veel kinderen hebben een hobby. De een houdt van dans, de ander van muziek, schilderen of sport. In Toptalentjes zien we Rotterdamse kinderen die hartstikke goed zijn in hun hobby. Ze blinken er gewoon in uit. Vandaag Brienne. Zij is keeper en ze ontmoet een beroemde prof. Hoi, Brienne. Hoi. Dat zo. Eerst Brienne op het voetbalveld. Brienne is 11 jaar en keept bij VV Rozenburg. Ze speelt in D1 en ze is geselecteerd door de KNVB. Tijdens een wedstrijd werd ze ontdekt door scouts. En had je door dat er mensen van de KNVB stonden te scouten? Ja, eigenlijk wel. Want er waren een paar mensen die hadden KNVB-jassen aan. En mijn trainer die vroeg op een gegeven moment aan mijn ouders wat mijn leeftijd was. En toen dacht ik echt zo van, wat gebeurt er? Dat was wel heel leuk en een gaaf gevoel. Brienne is denk ik niet alleen als keeper, maar gewoon ook in het algemeen bescheiden. Je hoort ze niet veel, maar je ziet wel dat ze steeds beter wordt. Ze is natuurlijk vrij lang voor de leeftijd, maar je ziet haar echt groeien. Hoge ballen die gingen er vroeger nog wel eens in, maar nu staat ze gewoon eigenlijk mannetje, ondanks dat ze meisje is. Ja. Ze doet het echt heel erg goed en ook tussen die jongens. Ze loopt al jaren bij die jongens en ja, totaal geen verschil zeg maar. Wat vind je er leuk aan? Duiken en ja, schieten, de bal tegenhouden. Iedereen juicht voor je, dat is ook gewoon een heel fijn gevoel. Ja, behalve wanneer je hem doorlaat. Ja, maar dan is het ook gewoon leuk als je een wedstrijd gespeeld hebt. Maar in al dat voetballen gaat veel tijd zitten. Op dinsdag train ik. Woensdag heb ik even rust. Donderdag train ik. Vrijdag heb ik rust, zaterdag speel ik een wedstrijd en zondag dan met de KNVB. Maar ik ga ook heel vaak met mijn beste vriendin om. En die hebben zeker heel vaak andere hobby's? Ja, bijvoorbeeld mijn beste vriendin in het paardrijden, andere vriendinnen doen dansen. Brienne heeft dus meer met voetballen. Haar zus vindt het ook leuk. Ze spelen vaak thuis op het veldje. Wat is nou jouw toekomstdroom? Het vrouw Nela zelf te halen. Of gewoon een andere bekende club te halen. Ja, ik hoop Ajax of Barcelona. Als Brienne een wedstrijd moet spelen, dan leeft het hele gezin mee. De spanning is voelbaar. Er wordt nog snel iets gegeten. Mijn team is natuurlijk heel sterk en goed, vind ik zelf. Maar ik heb het gevoel dat de tegenpartij ook heel sterk en goed is. Dus het wordt nog wel een leuk duel. Terug naar de wedstrijd. Brienne is in vorm en maakt een paar mooie reddingen. Zo me afkomen, ja, dan let ik wel op hun ogen. Want als ze bijvoorbeeld naar rechts kijken met hun ogen, dan spelen ze 9 van de 10 keer ook rechts. Rozenburg staat met 1-0 voor als Spartaan 20 met een afstandsschot 1-1 maakt. Brienne baalt. Gelukkig krijgt haar ploeg iets later een strafschop. Het is 2-1. Rozenburg wint. Het moet heel goed gaan. Gelukkig hebben we ook gewonnen. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 1 doelpuntje tegen. Ja, daar kwam ik net niet bij. Bouw je dan heel de avond ervan of ben je snel vergeten? Ik bouw er niet van omdat er toch nog een goal is gescoord. Dus je leeft eigenlijk meer voor zeg maar VV Rozenburg in dit geval dan je eigen prestaties? Ja. De pro! Hey, hi. Hallo, ik ben Warner, alles goed? Ja. Ja? Mooi zo. Wauw, ja, zeg! Warner Haan! Hij keepte voor Excelsior tijdens de Eredivisie. En nu ontvangt hij Brienne in het stadion in Kralingen. Kijk eens, we gaan beginnen. Ja. Je hebt problemen, zei je, met de bal trappen. Ja, ik krijg die bal niet hoog en niet echt heel ver. Wat je moet doen, leg hem gewoon rustig neer. Rustig naar achter stappen. Heel rustig blijven. Op het moment dat je gaat trappen, even ademen. Makkelijk wachten en zorgen dat je recht achter de bal komt. Hier je voet inzetten, hier en daar je lichaam. En dan moet je hem rechtdoor zwaaien, niet opzij. Als je hem opzij zwaait, gaat die bal naar de zijkant. Ja, dan ga je erachter. Hier. Ja. Ik moet zeggen, ik heb er zelf af en toe ook nog wel problemen mee hoor. Dan wil ik te gehaast of stel dat je in een groot stadion spelen, dan ben ik heel erg druk. Gewoon rustig, we hebben alle tijd. When the going gets tough, the tough get going. One love, one life.
Kijk eens, dat zijn mijn handschoenen. Ik hoop als je over een paar jaar wat grotere handen hebt, dat je dan nog past. Maar ja. Nou ja, dan kan je in ieder geval deze, dan mag je deze houden. Ja, dank u wel. En als je wil mag je ze gebruiken, alleen denk ze nu nog iets te groot voor je ja. zijn. Maar dat komt wel, anders geeft ze wel een mooie plek. Dus nou, alsjeblieft, en ik hoop dat je het heel ver gaat schoppen. Volgende week Olaf. Hij speelt graag cello. Ben jij ook ergens heel goed in? Stuur dan een kort filmpje naar Open Rotterdam via redactie@openrotterdam.nl. De mooiste inzendingen plaatsen op onze social media kanalen.